Het gebouw van Intertechniek aan de Hofstraat is gisteravond in de as gelegd. De melding kwam omstreeks 10:50 binnen, zegt brandweerwoordvoerder Alten Pinas. Behalve dat er sprake was van een uitslaande brand toen de brandweer arriveerde, bestond er ook ontploffingsgevaar. Het pompstation Van Dijk staat namelijk pal naast het gebouw dat in brand stond. De brandweer heeft er gelukkig voor kunnen zorgen dat het pompstation en de belendende gebouwen bespaard zijn gebleven. Omstreeks 12 uur had de brandweer de brand onder controle. Volgens brandweervoorlichter Pinas is gebleken dat de brand begonnen is in de polykliniek die beneden van het gebouw was ondergebracht. Er woonden ook 2 personen achterin het gebouw. Zij konden op tijd het pand verlaten. De brand is ontdekt door 1 van de bewoners. De brandbestrijding stond onder leiding van bevelvoerder Johan Dibby Persat van Post Knuffelsgracht. Hij mobiliseerde alle posten van de brandweer in Paramaribo, omdat het gevaar bestond dat de brand kon overslaan naar de Fred Derbystraat. Toen ik de melding kreeg, ben ik terstond uitgerukt. Ik heb niet naar de tijd gekeken. Maar toen ik hier aankwam, stond het hele voorste gedeelte in brand. Waarbij de nadruk van brandoverslag reëel was. Waarbij ik benadruk dat de brandoverslag reëel was naar de service station toe. Op pompstation toe. We hebben daar terstond 3 stalen afgelegd om te blussen en uitbreiding en of brandoverslag te voorkomen. Toen ik arriveerde heb ik assistentie gevraagd van de hoofdkazerne aan de gemeente Landsweg. Zij hebben me geassisteerd om het rechter gedeelte van de pand, van de rechter, de panden aan de rechter gedeelte af te schermen en daar af te blussen. Daardoor hebben we de brand binnen van het gebouw kunnen houden en afgeblust. Ja, oké. Okay. Waar staan we nu op dit moment? We staan aan bijna het vertrek, denk ik hoor. Dat we bijna klaar zijn met het afblussen. Maar wat ons meer geholpen heeft, we hebben water moeten betrekken vanuit een hydrant hier en we hebben de dompelpomp unit ingeschakeld om vanuit de EBS ons te fouilleren van bluswater. Want die tankauto van ons was leeg en die trekker 54 en de tankauto van CMP waren leeg, waarbij we genoeg waren hydrant tussentijd te nemen totdat de dompelpomp unit gereed was om ons te fouilleren van water. En zo hebben we de brand nagenoeg helemaal kunnen blussen. De blussingswerkzaamheden werden enigszins vertraagd omdat de EBS de spanning nog moest afsluiten. De bedradingen waren kapot en de zekeringskasten waren gesprongen. Hierdoor was het gevaar voor eigen leven van de brandweerlieden erg groot, zegt bevelvoerder Dibby Persat. Dus heb ik die mannen enigszins moeten terugtrekken tot de EBS gekomen is om de zaakje uit te schakelen. Of verder hebben we hebben nog een 100 lips gascilinder en een acetylenefles uit het pand weggehaald. Maar ik dat best zo toe. Huh? Maar zeker brandweerslachtoffer bevinden. Hoe ernstig was de situatie dan? Maar zeer ernstig, maar ik zeg je, ik onderschat geen brand, maar het heeft me even laten schrikken, man. Maar ik heb het hoofd koel gehouden en Maar kubus gedaan. Ik heb assistentie gevraagd van Post Toekomstzorg. Die is om de hoek daar, omdat de brandoverslag reëel was, naar de Russenvrijestraat toe of de Vrede Derbystraat toe. Dus Post Toekomstzorg heeft daar achter voor me een gekofferd. Zijn er geen enkele ongelukken of nee, zo? Nee, geen gewonden en geen enkel dat soort kleine calamiteit. Helm, jongen. Ja. Wie brengt die? Reactie van bevelvoerder Johan Dibby Persat van brandweerkazerne Knuffelsgracht. We spraken hem gisteravond in verband met de grote brand die het gebouw van Intertechniek aan de Hofstraat in de Assen legde. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het pand is wel verzekerd tegen brand en er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.